Yo, welkom bij de nieuwe thema vallen. Welkom bij de nieuwe thema vallen. Ik ben hier vandaag met de hond. Achter de man staat de camera. We moeten een raadselachtig verhaal moeten we gaan oplossen. Ik ben hier samen met Egon en met de hond. Oh ja, en met ook met de tijger erbij. We hebben een raadselachtige man. Die gaat ons nu vertellen. Meneer, leg uit. Wat raadsel heet dit? Deze raadsel. Die heet een korte broek aan. In de herfst. Het was begin november. En de man die ging dood omdat hij andere kleren aan had. Dat hij warme kleren aan had. Wat had hij? Had hij een hemd aan? Ja! Nee, had hij. Had hij. Dus hij had geen scheet gelaten. Nee, hij had geen scheet gelaten. Had hij buikpijn? Nee! Wacht even, jij zei dus. Hij ging dood omdat hij andere kleren aan had. Had hij dan een broek? Ja, een shirt. Hemd, ja. Hemd, godverdomme. Ja, lastig hè. Had hij uiteindelijk een shirt aan? Ja. Zonder jas, ja. Op welke tijd ging hij dood? Niet belangrijk. Was het belangrijk waar hij was? Ja. Oh, wacht, ik weet hem al. Weet jij het? Ja. Had hij verkeerde schoenen aan? Ja. Had hij slippers aan? Ja. Ja! Wat zei je nou? Dood door andere kleuren. Fuck, god, ik weet het al. God, ik weet het volgens mij in mijn hoofd. Maar vertel het, nee. Als ik weet echt niet of ik deze moet goed raden. Luister. Hij had een slippers aan. Korte broek aan. Hij ging naar buiten. Omdat hij een korte broek aan had. De man had een korte broek en slippers aan. Omdat hij korte broek en slippers aan had, ging hij dood. Gefeliciteerd, raadsel opgelost. Zo. Dus korte broek en slippers. Ja, ja, nee. Kijk eens, dit was dan alweer de themaverhalen. Tot de volgende keer. Ik zie jullie volgende week weer. Bij je nieuwe themaverhalen. En like als je themaverhalen zo erg leuk vindt. Korte broek en slippers had hij dus aan. Nou kijkers, wij weten al wat het raadsel is. Gefeliciteerd. Dan gaan ze op.